Gamers at Headquarters, vandaag een hele bijzondere plek, want wij hebben hier vandaag natuurlijk om de release van Mario Tennis Aces te vieren een toernooi! We hebben een aantal Gamers Net bezoekers uitgenodigd en samen met Tom en mij gaan zij strijden om de ultieme prijs, namelijk de eeuwige eer. En we hebben ook nog wat petten en rugzakken en fucking vette shit van Nintendo gekregen. Super vet dus, wij gaan een toernooi doen, we stellen ook de bezoekers even aan je voor en we gaan kijken wie de ultieme tennisser is hier op Gamers Net. Ik ben Novel en Gamersnet heet ik, sappige Novel en ik heb er zin in vandaag. Ik ben Peter en op Gamersnet heet ik Peter GN. Ja, ik ben Mike, op de site Mike265. Ik ben Tom, ik heet op de website ook Tom. Ik ben Jelle en ik heet op Gamersnet heet ik Lintje. Oké, en je doet mee met het toernooi. Wie is nou eigenlijk je main? Wie denk je dat je sterkste speler gaat zijn? Aan het begin heb ik net even geoefend. En eerst was ik Yoshi, heb ik heel veel gespeeld. Maar toen ging ik één keer met Donkey Kong, daar ging ik wel lekker mee. Dus Donkey Kong is toch echt wel mijn main. Mario of Toad. Mario of Toad is je main, waarom? Toad is schattig en Mario is cool. Ik speel eigenlijk het meest met Boo. Ik denk dat Boo mijn main is. Maar ik zit ook wel eens, ik dabble af en toe met een klein beetje Changeomp. Omdat ik zoiets heb van, dat verwacht de tegenstander niet. En daar kunnen ze niet tegenop. En speel je ook met Boo omdat mensen dan vaak schrikken? Ja, ja. Dan hebben ze iets van, En dan kan ik ze precies op dat moment, dan pak ik ze. Het was Waluigi, maar daar ben ik nou net van afgestapt. Dus het wordt een random guy. Ik speel altijd met Mario. In elke Mario game speel ik met Mario. Of nou Mario Kart is, of Golf, of Party, of... Oké, je hebt er vertrouwen in Mario ook als tennisster. Maar wie denk je dat je grootste oppositie gaat zijn, je grootste tegenstander? Nou, ik zag Jelle net heel de tijd spelen met Donkey Kong en dat gaat hem heel goed af. Donkey Kong slaat gewoon echt wel hard ook. Dus het is ook een aap. Dus ja, die heeft gewoon wel kracht. Dus dat is wel logisch. Maar hij is dan ook zo slim om die dan ook te kiezen. Dus dat is dan hartstikke moeilijk voor ons dan. Novel heb ik wel echt heel veel tegen gespeeld, dus het zal een rival zijn. Nou, dan denk ik toch wel hipster Tom, maar wordt wel lastig. De rigoureuze training gehad, dus ik hoop dat ik weinig tegenstand ga krijgen. Maar ik zit toch wel een beetje, kijk, Mike is ook wel heel, hij speelt het cool. Maar ik denk dat hij een gevaarlijke speler kan zijn. Dus ik zit een beetje te kijken, Mike wordt een moeilijke. Ik durf het niet te zeggen. Je hebt gewoon het idee dat je zelf je beste tegenstander bent. Ja, wie weet. Okay, veel succes in ieder geval. We gaan het proberen. Let's go! Peet, poolfase, licht eruit. Wat gaat er door je heen? Hello darkness, my old friend. Nog iets te zeggen tegen de resterende vechters in dit toernooi? I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planned. No.
een match serveren. Jelle, je hebt het niet gered. Wat gaat er door je heen? Ja, het was een hele spannende wedstrijd. Maar ja, wel teleurstelling. Maar ja, Nova was wel een goede tegenstander. Ja, je speelde de hele tijd met Donkey Kong. Dat was wel echt jouw character of choice. Waarom is Donkey Kong zo goed? Donkey Kong was heel fantastisch. Want ja, ik speel natuurlijk mee. En hij was heel sterk natuurlijk. Waarom heeft Donkey Kong toch verloren van Novel met Bowser? Ja, misschien de snelle, slimme tactiekjes van hem. En het opgooien dat steeds langer duurt, dat heeft me wel afleidingen gezorgd. Ja, dat was een gemene truc van hem, om elke keer lang te wachten met zijn opgooien. Ja, heel erg. Ben je er een beetje pissig over? Ja, ik ben ook heel teleurgesteld in mezelf, maar ja, jammer. Novel, je staat in de finale! Ja, daar ben ik eigenlijk best wel blij mee, ja. Had je van tevoren niet verwacht? Nee, maar ik wist wel dat ik e-sports ready was, dus ja. Hey, in het begin speelde je met een andere kerk, toen ging je met Bowser spelen. Wat is Bowser voor jou nu? Ja, het is gewoon mijn leven, weet je. Ik moest wel met Bowser spelen om gewoon die krachtballen van Donkey Kong tegen te houden, dus het was wel nodig. Ja, het was een spannende drie-setter. Ben je moe inmiddels? Ik denk ook wel dat de deo aardig nodig is. En ja, ik hoop eigenlijk dat ik ook nog ga winnen. Finale tegen Tom, hoe voelt dat? Ja, ik zie er wel tegenop. Hij gaat met Boo spelen waarschijnlijk. Dus dat wordt wel weer makkelijk, denk ik. Omdat ik dan met een sterk karakter ga spelen. Ja, Tom, je staat in de finale. Van harte gefeliciteerd. Wat gaat er door je heen? Heel veel bijeengekropen anusspieren. Het is niet fraai. Het is ontiegelijk veel adrenaline. Dus het zit af en toe zit het helemaal te verkrampen gewoon. Mooi. Je kiest specifiek voor Boo. Waarom is Boo jouw man? Boo is vooral... Jouw spook. Boo is mijn spook omdat het gewoon een underdog is. Boo is je jongen die je nodig hebt als je juist dat soort giganten als Chainchomp en Bowser en Donkey Kong tegen je hebt. En dan is Boo juist die gast die een lekkere curve doet die ze niet verwachten. Tenminste, dat is de hoop dan. Je speelt tegen Novel. Wat verwacht je ervan? Novel is een sterke speler en hij is goed bezig. Hij heeft een goed seizoen achter de rug, dat zeker. Maar ik denk dat hij een aantal van die geniepige trucjes, vooral van die sluwe boe-trucjes, niet gaat verwachten. Dus ik hoop hem dan daarmee met een mooie curvebal zo het veld uit te slaan. We gaan naar de finale. Sterkte. Bedankt. Ja, tweede plek is prima voor nu, denk ik. Wel de eerste verliezer. Het is de eerste verliezer, het is de grootste verliezer. Dat ben ik bij deze zeker. Ik heb het in het stof gebeten, ja. Ja, je begon zo goed. Ja, ik begon vrij sterk en ik had hem ook wel met mijn curveballen en mijn verre ballen en een beetje mijn sluwe speelstijl. Maar weet je, Donkey Kong is gewoon OP, dus Nintendo, please nerf. Dit is echt, nee, maar echt. Nee, hij bouwt te snel energie op en ik had eigenlijk voor een snelle speler moeten gaan. Misschien was dat de goede counter. En ik had in het begin wel echt het idee van, Boo, is hier de counter? Ik ben hier in de overhand, maar Novel heeft zich goed herpakt en hij was goed bezig met de powerslag. Hij heeft me helemaal naar achter geduwd. Hij was niet bang voor jouw Boo? Nee, hij schrok niet, nee. We gaan Novel feliciteren. Ja, ik niet. Novel, gefeliciteerd! Ja, ik ben wel blij. Ik had het eigenlijk niet verwacht, maar ja. Ik had het ook niet verwacht. Voor je in het begin niet zo goed namelijk. Nee, inderdaad. Maar ik had het al verwacht. Ik was e-sports ready. Ik zei het. De e-sports ready man. En ik heb uiteindelijk toch gewonnen van Tom de Hipster. Dus Het is je gelukt. Je hebt prijzen gewonnen, super vet. En je hebt jezelf super herpakt. Ik vind het echt heel knap van je. Je had op een gegeven moment Donkey Kong gevonden en Donkey Kong vond jou ook. Jouw prijzen, kijk dan hoe vet. Wil je het even pakken? Want ik heb één hand voor de microfoon. Het is een fucking vet stickervel met magneetstickers van Nintendo. Laat de tas even zien, want dat is eigenlijk het hoogtepunt. Fucking vette tas, wat vind je ervan? Ja, wel ziek eigenlijk. Mario erop. Ja, en de pet die eigenlijk al het hele toernooi op had, die mag je gewoon weer opdoen. Want hij is van jou, de Super Mario Odyssey cap. Cappy! Gefeliciteerd. Novel, super vet. Nou ja, hij is eigenlijk de beste tennisser van gamers op dit moment. Maar de game is pas net uit, dus we kunnen allemaal nog veel beter worden. Onwijs bedankt voor het kijken naar dit item. En mocht je GamersNet nog meer willen volgen, dan kan dat via... GamersNet, www.gamersnet.nl. Ja, of Twitter of
Facebook of YouTube. Whatever je ons kan vinden, vind overal GamersNet. Onwijs bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.